Zo. We zijn boven. Ja. We slapen al beneden. En dan moeten we. Hoeveel verdiepingen zou het zijn? Een aantal. Over best wel steile helling. Willem Jan doet al het zware werk. Dus, gaan eten. We zijn nu in Nyarushishi en dat is de eerste school die World Servants hier ooit gebouwd heeft samen met Help a Child en AI. En je ziet hier de ECD. 284 kinderen zitten er nu op school en we gaan zo binnenkijken. Maar het lijkt in elk geval wel behoorlijk vol te zitten met kinderen. Dus dat is een succes, maar ze zeiden ook al meteen het gebouw is eigenlijk te klein. En je hoort hier verder achter mij ook de primary school en de secondary school. En ook daar zitten heel veel kinderen op school. Nou, we gaan even rondkijken en we laten het zien. We zitten hier in het klaslokaal. Ze zijn nu allemaal kleuren aan het oefenen en getallen aan het oefenen in het Kenya, Rwanda en in het Engels. Maar de klas zit hier wel overvol. Er zitten bijna 70 kinderen in deze klas. En ik zie nog lege stoeltjes, dus ze zijn bereid op meer leerlingen. Maar het is wel heel interactief, dus het is wel leuk om te zien. Dit is de hoogste klas van de ECD en hier zitten dus de kinderen tot 6 jaar. We zijn nu bezig met een rekenles en ook hier zitten echt veel meer kinderen dan eigenlijk past in het lokaal. Ik schat wel iets meer dan 70 en er zijn nog allerlei lege stoeltjes en ze zeggen dat vanwege de regen niet alle kinderen naar school komen vandaag. Dus best wel indrukwekkend hoeveel kinderen hier zitten. Nou, we hebben net bezoek gehad aan de school die World Servants als eerste had gebouwd hier in Rwanda, 2018. We zitten nog in het kantoortje van de hoofdmeester, die zit daar. Naast mij. En we hebben van alles gehoord. Wat hebben we zo al gehoord? We hebben besproken hoe het nu gaat met de school en hoe ze willen dat het gaat. De dromen, de plannen. En over hoe ze toch bezig zijn om de leraren toch nog steeds verder te blijven ontwikkelen. We moeten nu eventjes wachten, want zo meteen is het feeding program en dat lijkt ons heel leuk om te zien. Daar moet je zeker even kijken. Dus we wilden de kinderen al vroeger laten eten, speciaal voor ons, maar we zijn weer wachten. Ja. Thank you.
Lekker modderig zo als het lekker hard regent. Maar goed, we kunnen hem weer schoonmaken. We zijn nu op het district office van de CISI. We hebben daar het gesprek gehad met drie belangrijke mensen over inclusie en over disabilities. Twee daarvan zijn nu weg, maar de mevrouw hierachter heeft ons net hele interessante dingen verteld. Ja, ze vertelde, ze is Disability Mainstreaming Officer. En nou, we dachten eerst een beetje dat het wel was een neus was en dat ze dat speciaal voor ons. Maar ze kon echt heel veel voorbeelden noemen van mensen, ook hier trouwens op het district headquarters, die hier werken met een handicap. Dus dat is wel cool. Waaronder de burgemeester. Ja, de burgemeester heeft ook een handicap. En nou ja, ze vertelde dat er 14.000 nog wat mensen met een handicap hier zijn in het district. En nou ja, dat het absoluut niet lukt om ze allemaal van hulpmiddelen te voorzien. Dus ze hebben wel, nou, elke keer brengen ze een paar mensen in kaart en dan gaan ze weer op zoek naar partners. Waaronder EI, dus onze partner, om hulpmiddelen uit te delen. Maar dat is nog wel een strijd, een struggle om dat overal rond te krijgen. Nou, we hebben het over gehad wat onze projecten in dit opzicht zouden kunnen doen. En daar hadden ze echt wel ideeën bij, vooral voor doven en blinden. Dat ze echt dachten van dat zou heel goed zijn als die hier zouden komen. Want nou ja, dat is een klus om daar om die goed in het onderwijs te integreren. We zijn hier aangekomen op een school waar we misschien in de toekomst een project van doen. En we maken kennis met nou ja, heel veel mensen op deze school, maar onder andere de hoofdmeester. En die vrouw die is als leerling hier op school geweest en inmiddels is directeur geworden. En ze heeft echt heel veel passie om een prachtige school van te maken. Ze heeft 1800 leerlingen en vertelt daar gepassioneerd over en wil het steeds beter doen. En ik zie het wel zitten dat we daar een mooie ICD gaan bouwen. Maar goed, daar komt nog meer bij kijken. Nou, helaas zijn de beelden niet helemaal overal terechtgekomen, maar hier zie je het fantastische uitzicht dat de groep zal hebben als ze in de lokale slapen die je nu voorbij ziet komen. En nou, je kijkt verderop op het meer en prachtige plek. Dus wat plaats betreft zou ik zeggen, schrijf je maar vast in. Zo, werkdag 1 zit erop, lekker gewerkt. Ja, was heel gaaf, die school, leuke kids. Dat eten, wat een operatie om al die kids eten te geven. Ja, ja, zeker. En die school, waar dat schoolhoofd er al, nou ja, eigenlijk de hele leven zit ze op die school, want ze heeft eerst als leerling erop gezeten. En nu de hoofd van de school, ja, betrokken vrouw. En het was een heel mooi uitzicht. Ja, daar ben ik vooral geweest. Heb jij niet echt gezien? Ja, ik kon het niet zien, maar ik heb het vernomen van de verhalen. Nee, jij wilde er niet meer heen. Je wilde in de auto. Maar goed, anyway. Nou, en die bouwplaats, daar kon je dan dus niet heen. Toen zat je daar een beetje te kijken onder dat bord van de Equality is our... Inclusion. Of Inclusion is... Nou ja, dat was een beetje sneu. Maar goed, wat ook een beetje sneu is, op de een of andere manier zijn de beelden niet en er niet. Dus jullie hebben er maar weinig van gezien. Maar het mooie uitzicht zat er net wel in. Wij gaan zo lekker pitten. En dan morgen weer lekker aan de slag. Dan...
staan er weer mooie dingen op het programma. Tot dan. Joe. Hoi.